WSHS, dat staat voor Relais et Château Weeshuis Gouda, omdat het in een oud weeshuis is, is Sharon van Gastel, dat ben ik, en Lennart van Gastel, dat is mijn man. En samen hebben wij ook meerdere horecazaken en dit is onze allernieuwste liefde. Wij wonen in deze omgeving en wij ondernemen ook in deze omgeving. We hebben ook het Museumcafé, dat is een trouwlocatie, en een high-tea-café. En het weeshuis is dus waar wij dagelijks langskomen. En het stond al heel lang leeg. Het was sinds 1973 een openbare bibliotheek. En zij zijn er een aantal jaren geleden uitgegaan, hebben een nieuwe locatie gevonden. En toen kwam het weeshuis dus vrij. Wij hebben al heel lang hier smachtend naar gekeken en toen was het op een gegeven moment zo dat de gemeente had een visie voor deze plek. En een projectontwikkelaar had ook liefde voor deze plek. En dan is het zo dat er drie partijen eigenlijk hun nek uit moeten steken. Dat is de gemeente, dat is de projectontwikkelaar, White House Development. En dat zijn Lennart en ik, die uiteindelijk de ondernemers zijn. Hoe dat ontstaan is, dat is eigenlijk een heel lang verhaal, want het is natuurlijk een hele rijke geschiedenis. Uit 1542 begon het. Maar als je aan ons vraagt, ons stukje van de geschiedenis, dat is 4 jaar geleden begonnen. En dan begint het met allerlei politieke gesteggel, zeg ik wel eens. Omgevingsvergunning, de buurt. Het hele bouwtraject en keuzes die je maakt wat betreft inrichting en wie je daar gaat bij helpen. Maar eigenlijk is het ontstaan uit een voorliefde voor oude panden van mijn man en mij. Wij houden ontzettend van oude gebouwen. En dan kun je niet om het weeshuis heen. En het weeshuis kreeg een nieuwe bestemming, dat wisten wij. En wij zijn ondernemers die, zoals dat eigenlijk alle ondernemers dat denk ik doen, je plant eerst een zaadje. Niks is er in één keer. Het is altijd een traject van wens naar werkelijkheid. En die wens die was er al. Ik kom zelf uit het hotelwezen. Heb ik altijd een hotelinspecteur geweest voor de ANWB. Ik heb altijd in de rijkere hotellerie als in de marketing gezeten. En dus mijn hotelwens die was er eigenlijk al toen ik 7 jaar oud was. Ik heb Lennart die gekte ook gegeven. Nee, onze passie is echt het rijke hotellerie en oude gebouwen. Dus dat het weeshuis er kwam voor ons, dat was too good to be true. De filosofie voor het ontstaan van dit pand was eigenlijk kijken naar wat het pand al in zich had. En in de jaren 80, 90 is eigenlijk alles wat mooi was er vakkundig uitgesloopt. Alles wat oud was vond men per definitie lelijk. En dat was heel jammer. Maar het pand heeft nog zoveel moois en wij hebben eigenlijk hele mooie oude dingen juist weer teruggebracht. Maar dan wel een nieuwe laag aangebracht door deze eeuw toe te voegen. Dus de dakkapellen, de serre, dat zijn allemaal nieuwe elementen. Omdat wij niet oud wilden namaken. Maar oud is oud en dat moet je respecteren. En wat je nieuw toevoegt, moet je kunnen zien dat dat een nieuwe laag is. En dat hebben wij heel bewust gedaan. En wij hebben verder gekeken, wat zat er al in het pand? En dat zijn die duizenden glas- en loodraampjes die groen en paars naar binnen schijnen als de zon schijnt. Dus op groen en paars was voor ons heel makkelijk dat wij dachten, oké, hier gaan wij op door, op die kleuren. Groen en paars was heel belangrijk. Verder hebben wij gekeken, oké, het pand staat in Gouda. Gouda is dus heel belangrijk voor ons. Maar Gouda staat bekend om kaas en stroopwafels en dat vonden wij te makkelijk. Dus wij hebben gekozen voor Gouds Plateel. Gouds Plateel is eigenlijk nog niet heel bekend. Het is hetzelfde als Delfts Blauw, wat wel bekend is. Het is alleen veel rijker, omdat het veel meer kleuren heeft en hele mooie organische vormen. Dus voor ons was eigenlijk de kleuren die het pand al in zich had, gecombineerd met Gouds Plateel, wat precies dezelfde kleuren heeft. Dus heel diep groen, donker paars, donker rood,
okergeel, zwart. Dus hele mooie verzadigde kleuren. Nou ja, kijk om je heen. Dat was voor ons aanleiding om aan de slag te gaan met een conceptinrichting. De reden waarom er gekozen is voor een high-end hotel, dat is eigenlijk tweeledig. Enerzijds is het onze voorliefde voor de rijkere horeca. Ik hou heel erg van kwaliteit en voor onszelf leggen wij de lat eigenlijk automatisch altijd heel hoog. Dus daar paste de stijl die wij nu hebben neergezet, paste daarbij. Verder vinden wij hoe dit pand, de ziel van dit pand en wat het pand uitstraalt en de locatie en hoe de buren, de Sint-Jan, het museum, maar met name de rijkheid die dit pand uitstraalt, was het gewoon een match made in heaven om er een high-end hotel van te maken. Op het moment dat je een pand gaat ontwikkelen uit 1542, wat ook nog eens een zwaar rijksmonumentaal pand is, dan loop je tegen een aantal uitdagingen op. Er zat natuurlijk niks in. Het was een weeshuis geweest, een klooster, een bibliotheek, maar het was nog nooit een hotel geweest. Dus zwaar rijksmonumentaal, dus je mag niks zomaar doen. Dus we hebben een aantal ingrepen, monumentale ingrepen moeten doen. En dat waren uiteindelijk viel dat mee, maar dat waren 34 ingrepen aan het monument. En dan heb je het over inpandige koelventilaties, allerlei apparatuur wat allemaal inpandig moest, want nergens heeft het platte daken. We kwamen wat zwaluwen tegen die dan enorme tijd in verliest, zeg maar, de vertraging. Asbest, vervuilde grond. Uiteindelijk moest de hele binnenplaats helemaal verschoond worden, wat een enorm project is geweest. En zo weten waarschijnlijk de technische mensen achter mij jou nog veel meer te vertellen. Ik heb me voornamelijk bezig gehouden met de inrichting en de leuke kant van het gebouw. Onderscheidend in de mooie, veelzijdige wereld van hotels is dat ik vanuit de grond van mijn hart erin geloof dat als je echt oog hebt voor mensen en echt met je hart onderneemt en hier zelf aanwezig bent en precies ziet wat de gast wil en waar de gast behoefte aan heeft en je geeft daar een antwoord op, dan denk ik dat je al heel erg onderscheidend bent. Eigenlijk is het natuurlijk het vak hospitality en ik zie dat heel erg als ik, mijn man en ik reizen heel graag en omdat wij gek zijn van hotels, weten wij heel erg goed wat je wilt als je in een hotel komt en het gevoel van even helemaal weg zijn, dat even alles voor je geregeld is, maar dat je ook energie krijgt en geïnspireerd raakt. En dat hebben wij heel erg graag hier willen neerzetten. Dus dat mensen in de bubbel stappen van het weeshuis, even helemaal weg zijn. We noemen het ook een hidden gem of een unique hideaway. Je komt de binnenplaats op, je komt tot rust en er wordt voor je gezorgd. En daarbij zijn wij enorme detailfreaks. Dus overal waar je kijkt, klopt het. En voel je inspiratie dat je denkt, oh, maar dat zou ik thuis ook leuk vinden. En dan met alles wat we doen, hebben wij over nagedacht. Zit dus echt een gedachte achter. En is ervoor bedacht om mensen te verrassen en te inspireren. De geschiedenis van dit pand is natuurlijk eentje die doorverteld moet worden. 1542 is dit gebouw door 7 vrouwen, 7 nonnen, hebben met elkaar het klooster gesticht. En ik bedenk me heel vaak, meer dan 500 jaar geleden, 7 vrouwen, hoe zagen die eruit? Wat waren hun plannen? Wat waren hun gedachten? Wat was hun passie? Om samen een weeshuis, nee niet een weeshuis, een klooster te beginnen. 7 nonnen zijn het klooster gestart. Nou, er was brand, de geuzen hebben Gouda verbrand, zo ook dit pand. En toen is in 1599 hebben 2 weeshuismoeders samen weer het weeshuis opgezet.
zoals dat jarenlang een weeshuis, een aalmoezeniers weeshuis is geweest. Vrouwen hebben dus een hele prominente rol gespeeld in de geschiedenis van het weeshuis. En dat is wel waarom wij onze outlets Liz hebben genoemd, iconische vrouwen van vandaag. Liz Taylor, Queen Elizabeth en Coco, onze cocktailbar. Eigenlijk is dat voor mij een ode aan de vrouwen die in de geschiedenis van het weeshuis heel prominent waren. Daarbij staat Coco ook nog voor koffie en cocktails, want het is onze koffiebar en de cocktailbar, dus dat was ook leuk. Dus voor mij is het wel een ode aan de vrouw om het Liz en Coco te noemen. We zijn hier in de keuken van Liz, restaurant van het Weeshuis in Gouda. Relais Chateau, het Weeshuis. Ik ben Martijn Kiuiter, ik ben verantwoordelijk met alles wat eten en drinken te maken heeft. En ja, daar zijn we. Nou, op dit moment hebben wij een table d'hôte menu, waarin wij 7 gerechten in 3 gangen serveren. Dat betekent 3 voorgerechten, een keuze uit hoofdgerecht en 3 desserts. Het is altijd vis, vlees, vegetarisch wat wij aanbieden. En ja, nogmaals, dat staat nu centraal. We zijn nu begin van de zomer. Dat is een tsunami van producten wat binnenkomt. We doen bijvoorbeeld bij het hoofdgerecht een heel klein wekpotje. En in dat wekpotje daar doen wij verschillende groentes in die nu in het seizoen zitten. Dat als bijgarnituur. Dat stomen we mooi in een van onze ovens. Dat is mooi gecontroleerd en beheersbaar. We hebben erbij rode mul op een plakje zuurdeeg gebakken met daaronder een beetje oregano. Een jus gemaakt van alles wat daar wat van het visje afkomt. Ja, licht, verteerbaar, seizoen, het nu. Ja, dat is één van de gerechten die je eruit kan pikken. Maar we hebben bijvoorbeeld ook tomaten komen eraan. We maken een tomaten Bloody Mary met verschil en diversiteit van tomaten hier uit het Westland. Voorgerecht hebben wij courgette fleur, ook allemaal uit het groene hart van lokale telers. Dat combineren wij met een lamspastrami. En die pastrami is omdat wij het hele beestje gebruiken. Nog niet zo lang geleden hadden wij de lamszadels erop staan en de lamskoteletten. Maar ja, dan blijf je natuurlijk over met alle bouten, met alle zadels, met al de schouders. Ja, daar doe je wat mee. Dus we proberen ook maximaal het product te gebruiken. En niet alleen maar ons te richten op de hele mooie stukjes en de rest maar weg te laten.